Hallo allemaal, mijn naam is Tom en ik ben weer op het tropische eiland. En hier zal ik de komende drie episodes nog steeds zijn, of de komende twee. Dit is het nummer, dit is de tweede episode op het eiland. En de volgende en de episode daarna zal ik hier ook nog steeds zijn, dit gebied tenminste. En zoals je meteen al opvallen is, ja inderdaad, de toortjes zijn weg. Ik heb uh, de toortjes er uh, bijna allemaal verwijderd. En de pompoenen ook. En ik heb overal jack-o'-lanterns in de grond geplaatst. Dat ziet er veel uh, beter uit. Dus dat vind ik. Het ziet er... Uh, want die pompoenen, het leek een beetje een soort Halloween-eiland. En... Nu zijn het allemaal jack-o'-lanterns geworden. Dat is misschien wel iets nog meer Halloween. Maar nu zijn ze alleen maar verstopt. En dat is uh, gewoon... Het ziet er iets beter uit. Want je ziet ze ook... Ja, je ziet ze wel, maar... Ik vind het best wel goed eruit uh, zien. Nou, dat is die ene... Kakao dingen hierop. Vind ik ook er mooi uitzien, Want ze geven een beetje licht. En wat is er nog verder veranderd? Oh ja. Ik heb wat aan de vulkaan wat uh, dingen geüpdate. Uh. Even kijken. Zoals je hier kan zien. Ik heb hier nog een extra lavastroom toegevoegd. Net als uh, hier eentje die aardig groot is. En ja. Ik moet nog helemaal deze vorm fixen. Maar dat gaat ik een andere keer. En ik heb hier nog één toegevoegd. Het ziet er iets natuurlijker uit dan één uh, stroom. Er zijn in totaal vier. Dat is iets beter, vind ik zelf. Even, kun je maar even kijken. Ja, het ziet er wel veel beter uit. Die achterste zie je niet, maar ja, die heeft veel uitmaakt. En de enige echte boom is er nog steeds. En dat was alles wat ik verder heb veranderd. En veel mensen vragen zich af: hoe doe je het met de nette portals de hele tijd? Hoe uh, link ik die en zo? En. Ja, hoe werkt dat? Nou, ik zal uh, binnenkort een video erover maken, net als hoe ik de item ziet en uh, hoe ik chunk reload, hoe ik, uh, zie je, hoe ik is het verander zonder iets te doen, zonder alleen uh, een toets in te drukken, La leg ik allemaal een keer uit en hoe ik, uh, iets wat is het ook alweer, On I ja, het is heel film, als je, uh, als ik dit doe, dat je dat het allemaal op wordt, hoe doe ik dat? Nou, dan leg ik allemaal een keer uit hoe dat allemaal werkt. Het is best wel zo, uh, grappig om te weten. En wat wil ik ook nog verder... Hey. Hé. Ziet mijn oog daar een abandoned mineshaft? Wacht even. helpt niet veel. Onder water. Volgens mij zie ik daar een case bij de spannen. En aangezien ik hele goede ogen heb en ook hele goede oren. Lijkt me loof dat ik een zie. Ja, dat lieg ik niet. Ik heb echt best goede. Dus de... Ja. Dus ik heb nog steeds geen bril. Ik denk niet dat ik er een krijg ooit. Dus uh, laten we het hopen. Um... Yep. Dat is een Bed at mindshift, Baas. Wat ook grappig was als ik even naar de andere kant toe ga. Als hij er echt zo mooi uit. Ah, damn, het kan net niet, niet erop. Ehm um, zag ik er ook iets? Net nog, vijf minuten geleden, voordat ik ging opnemen. Moet ik op een bepaald uh, punt staan? Ja, daar. Een laaf, een uh, rafijn. Dus ik kan hier heel veel kevingen gaan doen. En ik ga hier geen mopspanner bouwen. Ik had eerst gezegd, dat kan hier een heel mooi in een grote oceaan. Als ik hier eentje bouw, gaat heel goed werken. Want het enige wat één hoef ik te doen, is ik ga hier naar beneden. En ik ga... En ik, uh, Ligt alle caves op um, 128 blokjes. Die kant op, die kant, die kant en die kant. Dat is een heel, dat doe je binnen een paar uurtjes. Je hebt ook heel veel iron erbij, meestal iets van 20 stack. Of nee, dat, 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 is, dat is weinig. Maar dat komt hier niet, want ik vind het, dat uh, verprutsing van het gebied. Want een mobspan hoor je gewoon bij je echte basis te houden. Dit is meer een soort van kuuroord. Zou ik het uh, zeggen, want ik vind het echt mooier uitzien dit. En ja, de nederpoort zit er nog steeds op dezelfde plek. Die laat ik er ook. Ik wil een beetje verborgen houden. Ik ga niet zo boemen hierboven zetten. Maar ja, um, vandaag wil ik dus een café gaan maken. En ik laat eerst een beetje de suggesties zien van mensen die jullie hadden gestuurd. Allereerst van Ruvero Games, oftewel de awesome owner van Blokjes Craft. Maak grotere stranden. Dat is wel een heel goed idee. En als ik het zo eens even zou zeggen, hier zeg ik dan. Hier maak ik een grote strand. Want dit is mooi laag. En hier kan wat. En hier niet. Even kijken. Ja, dit is een cobblestone generator, want ik had uh, cobblestone nodig. Dit laat ik zo, denk ik. Dit kan een beetje, ja. Uh, en hier ook. Dus dat is wel een goed idee. Ik heb ook, uh, gelijk wat, ik heb ook zand meegenomen. Allemaal voorbereid. En... Uh, Lego building fan. Dat is verkeerd getypt van mij. Kom mij. Ah, ik kan niet grapeltjes doen. Maar ja. Maak er een vuurtoren met redstone... Met redstone lamps. Oeps. Mijn type fout. Met redstone lamps die echt aan en uit gaan. Met het effect dat die rond... Dat het effect dat die rond Geeft. Met het effect dat die rond Geeft. Oké. Okay. Ehm... Um, welkom op de plaats, jongeman. Ehm... Um, dat is even leuk leuke building fan gezegd. Nou, ik zei: geef een suggestie voor dit eiland. Dat mini eilandje en dat eiland. En, dus heb ik even nagedacht. Na een, een milliseconde wist ik het al: daar komt de vuurtoren. Dat is ook mooi. Gewoon dat mini eilandje gewoon een, ho een hoge vuurtoren. Maar ja, dat is een uh, goed idee. Uh, Crazy Quinton, zeg maak het onderkomen in een vulkaan. Ja, ik weet de naam. Meteen <laughs> al. En nootje-cadeautje: bouw één of andere tropische bar. En hij, is, en, uh, hij of zij. Had uh, getitropische. Uh, dat is ook wel grappig. Um, Oké. Okay. En Anthony, je, uh, pap. Maak een café met allemaal potions. Nou, ik moet even zeggen. Um, je hebt een potion en een. Uh, en. Poison. En. Dit is. Dit betekent medicijn. En dit betekent. Uh, vergif. Dus ik denk eer dat je. Dat, dat je voor mij dit woord bedoelde. Dat is een goed idee. Maar ik denk dat ik vooral dingen in ga doen. Zoals melk en zo. En uh, gewoon uh, water. En uh, wat mosterd. Want die heb, die heb je ook in Minecraft. Kijk hier, mosterd. En even kijken. Dus twee mensen zeggen: een, een bar of café. Dat, dus dan kun je wel zeggen: als twee mensen dit dan bouw ik het ook. En verder: maak een strappe parasolen van leaves en een barretje. Dat is in nummer drie. En probeer eens met een hangmat. Goed idee. Janko van der Waals zegt: een arena. Nou, een arena. Ik heb dat idee. Heb ik echt al heel lang in mijn hoofd om te maken. En dan bedoel ik zelf een Mob Arena. Waar ik zelf tegen mop Mob ver. En die Mobs, die krijg ik dan van mijn Mob Spanner. Heb ik al heel lang in mijn hoofd dat idee. En die, gaat ook, die ga ik ook bouwen. Maar, de vraag was dan: waar ga ik die bouwen? Niet hier. Niet daar. En ook niet bij mijn basis. Maar daar moet ik nog een keer een andere eiland voor vinden. En nee, dat is geen eiland. Dan weet je het even. En ga mij niet coördinaten vertellen over eilanden. Want ik hoef geen coördinaten te weten. Want dan blokkeer ik je. En dat, wil ik. dat is niet zo fijn om geblokkeerd te zijn. Oké. Okay. Maak alsjeblieft daar een zeetoren met bootjes en een dijk. Dat is nummer twee die je vuurtoren zegt. En een dijk? Nee. Ik bedoel, dus een dijk wordt dan, uh, dat blokkeert al het gezicht. En bootjes, ja. Er komt op elk eiland komt een haven. Dus er, daar meer een aanlegplaats. En daar wel een haven. Hier een haven. En bij mijn base komt een haven, bij die twee bruggen. En die gaat allemaal aan mijn basis vast. Dat wordt uh, leuk. En oké. Okay. Een klein hub maken op het eiland. Dus we doen met een huisje. Nou, dat wordt dus uh, het café, zegt de uh, BZWG. En nu uh, heel. Ja, dat moest op een aparte pagina. Ik zat het zo de plakken, plakken, plakken. Dat werkt niet. Maar als je het hier doet, dan werkt het dus wel. Oh. Ik heb er ook even aangezet. Kijken. Ehm, um, acht, hoi. Um, een, hoi. Oh. Plak. Um, even iets in het uh, paars. Hoi. <laughs> Oké, okay, Maak um, op het andere eiland een Funland. Dat is een soort pretpark in Minecraft. Met een rollercoaster met Minecart. Allemaal super nice spelletjes. Zoek maar, op je, zoek maar eens op YouTube of zo je vindt wel een aantal games dan. Dat is een heel goed idee. Ik neem aan. Dat je dat, dat je dat hebt van Hermitcraft. Want daar hebben ze ook op, op, uh, bij de spawn is daar een Mushroom Island. Net als uh, bij mij in uh, Blokjes Craft. Uh, daar hebben ze dus ook een uh, pretbak gebouwd. En nu vraag ik mezelf af hoe groot is dat eiland eigenlijk? Dus even en de peul. Nee, ik stop ik even naartoe. Dus ik zie jullie zo bij het eiland. Oké, okay, ik ben op het eiland. Ik heb nog steeds de handglitch. Even kijken. Hij is weg. Dat is beter. En ja. Dus hier heb je een uh, eilandje. Het grootste eiland. Dan heb je. Hier een middelgroot eiland. Met een soort rigel erin. Spannend. En daar nog een mini en een mini eilandje. Dus. Het zal, dat is wel een goed idee over het pretpark. En als ik dat zelf nadenk, dan bouw ik daar de achtbaan. En hier iets van een um, andere minigame. Ik weet niet wat. En. Als jullie, voor degene die Ito lab. Oh, best ver weg, het, andere, het Tropisch Eiland. Ja, ik heb nog steeds geen naam. Want iemand zei zo'n dat dat andere naam van. Dus David Game zit en dat is gekopieerd is. Dus ik ga zelf wel. Hallo bij de Mindsheft. Hallo daar, ik zie je wel. Dus ik ga zelf een naam uh, verzinnen, denk ik. Ik denk dat ik wel een goede weet. En. Um, oh ja, voor degene die Ito's lab kijken. Eh. Um, ik wil ook een keer een uh, shooting range maken. Nu ga je vast denken. Dat is Ito ook van plan. Dus je bent een naaper. Nou, als je even kijkt bij Kaasgraf SMP. Een van de oude um, episodes. Dan zie je dat ik dat toen al had gebouwd. En ik ben het zelf ook al heel lang van plan. Lang dan Ito. Net als die ene kaarten. Ik al lang, heb ik al langer van plan geweest dan Ito. En zo. Dus. Ehm. Um, die doet hij mij naapt, of ofzo. En ook humor. Ik had uh, 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 anderhalf week geleden een bibliotheek gemaakt. En wat maakt Ito in zijn nieuwste episode uh, gisteren? Een bibliotheek. <laughs> maar ja, ik ga eventjes uh, de stranden fixen. En ik uh, zie jullie zo. Oké, okay, net zagen jullie een mooie overgang. Hoe het strand uh, langzaam groter werd met uh, parasolen erbij. Zoals je hier ziet. Ik heb er uh, drie gemaakt. En ik heb er bedden aan toegevoegd. Gewoon... Oh, dat ziet er humor uit omdat dat het. Uh, ja, dat is het meest realistische. En waarom naar die kant op? Omdat dat het zuiden is van mijn wereld. Toen heb ik eerder verwacht dat je in het zuiden juist lekker weer is. Omdat dat met mijn baas daar is. En vanaf mijn basis is het noorden. Is dit het noorden? Maar ja, um, zoals je ziet, je ziet iets heel vaag, zie je. Je ziet een minecart helemaal perfect recht hierop staan. Ik kom er komt een net eens achter dat hij recht staat, maar ja. Dit is dus. Mijn idee van een barstoel. Gewoon een Minecart. Of een boot kan je ook doen. Met uh, een, een uh, slaap eronder. Kun je lekker drinken. Even de goede kant uitstappen. Oké, okay, dat is met richting. En dit lijkt me wel. Zo'n idee wou ik voor een strandhuisje. Niet echt, niet echt een strandhutje. Maar echt een beetje een klein barretjeachtig. Gewoon uh, met wat dingen erin. Zoals so dit. Dit is de eerste in de hele wereld die ik heb gemaakt. Volgens mij de allereerste ooit. Ik even uh, wat water bij doen. En ik moet hier echt van die Mycard niet afblijven, want als ik tegen aanbots, dan uh, verandert hij helemaal weer van uh, richting. En het duurde lang om dat zo te, uh, te zetten. Even wat stuff dumpen. Uh, ja. Ik heb natuurlijk meer water nodig. Ah, ik heb een bucket nu mee. Dat kan ik uh, uit de oceaan natuurlijk halen. Oké. Okay. Oh, ja, vult natuurlijk in één keer, dus waar ook? Aha. Even uh, wat koppels dan halen voor een uh, oven. En wat ik zelf merk, ik, ik ben, was nooit echt altijd zo goed in uh, het bouwen zelf. En dan moet je niet zeggen zo van, nee, Tom, dat was altijd goed. Nee, dit was ik gewoon niet. Ik doe ik maakte van die, als je mijn allereerste huis ziet. Ik maakte, uh, sorry dat je, dat je iets zacht wordt. Ik deed mijn hand even voor mijn mond, <laughs> eigenlijk voor de microfoon. Voor zonder reden. Maar ik maakte meestal gewoon van die uh, blokhutten. Echt zonder uh, design erin. Maar hoe meer je zelf um, met, met dingen um, experimenteert, hoe vaker je pr dingen probeert te bouwen. Je weet, ik woon in de basis. En dan is het gewoon simpel: je haakt iets uit en je bouwt er iets in. Je richt het zelf in. Niet heel erg bepaald creatief. Maar wat ik nu heb zelf ontdekt, is hoe vaker je gebouwen maakt, hoe creatiever je erin wordt. Dus ik had ook zelf het idee om zulke parasolen te maken. dat je of iemand anders je al een keer heeft gemaakt, maar het kwam gewoon zelf in me op. Dus ja, zulke dingen. En, nou, is dat wel mooi? Nee, wacht, dit wou ik, dit wilde ik, dit wilde ik. Ja, dat wilde ik. En ik heb hier ook één. En als belichting doe ik gewoon torches. En dat dit mooi Als het goed is. Heb ik niet meer last van die burg nu als ik hier stap. Perfect. Nee, ik durf echt niet opzij te duwen. Even kijken. En dan komt natuurlijk hier nog één en hier nog één. Total totaal drie. En als ik een beter design weet. Dan als, ik, weet je, ik was net een uh, 20 minuten bezig met het kijken van Vintage B. Want hij heeft een uh, bankstel. En dan heeft hij. Ehm, um, heel uh, vaag. Heeft hij. Nou, ehm. Um, dit is een. Nee, heeft hij heeft zo'n blok. En er zit. In dat blok zit een minecart. Dat heeft hij. En ik probeerde een tijdje probeer, na te boven zo ik dat moest doen. Maar dan kun je gewoon. Heb je, dan zit je als daar in de slab. Maar eigenlijk zit je in de minecart. Dat is wel humor. Dus ik probeerde dat na te maken. Maar dat lukte mij niet. En. Natuurlijk. Wil ik natuurlijk een kleine. Een rookdingetje erin zetten. Maar wat stom is, ik heb nog steeds geen kopwebs, Dus er nog geen silktorch boek. Zodra ik een silktorch boek heb, ga ik meteen een sheer enchanten. En ik ga daar geen inbreking op zetten. Want ik kan je zo goedkoop repareren, volgens mij. Weet ik wel zeker. En. Nee, dat doe ik niet, want hier. Komt natuurlijk weer uh... een uh... parkruk. Nu moet er nog wat andere decoratie bij komen, vind ik. Want het is natuurlijk nog heel erg leeg. En dat is natuurlijk. Heel simpel. Een chest. Ja. Dus zo. Oh, dat valt. Hup. En zo. Oké. Okay. En nu komt er net iets in me op. En dat is. Iets humors, denk ik. Ja. Dat ga ik zeker weten doen. En dat fix ik even. Ik moet even naar mijn basis toe gaan. En dan zie ik jullie zo weer. Ja hoor, val me weer eens in lava. Oh, valt we nog een gast. Gezellig. Wauw. Die zat echt in mijn face. En dat spawnde echt vlak voor mijn neus. En wat dat gebeurde? Ik deed, ik al, ik kwam deze portal uit. Dus dit waren wij de portal uh, naar het eiland toe. Ik uh, enderpult maar ik viel in de lava weer. Oh. Ik moet dus echt nog beter. Ik moet dus echt binnenkort aan een Nether up gaan werken. Want ja, dit gaat dus echt nog niet langer. En ik film nu wel even dat ik naartoe loop. Want zo kom je hier. Als je de. Want elke episodes komt er een nieuwe wereld download. Dus nu komt er weer een nieuwe wereld download. Maar je weet, als je in mijn basis in mijn, door mijn portal heen gaat, kom je hier terecht. Nou, oh. Die gaat naar de Stronghold toe. Dat is dus uh, in het westen. Daar gaat hij. Uh, als je helemaal recht doorgaat. En het einde halverwege rechts. En dan een pad omhoog gaat. Dan kom je bij de uh, Mining Outpost uit. Hier. Uh, rennen, 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 rennen. Dit gaat naar de Village. Volg je die. Daar gaat naar de Stronghold. De eerste die ik heb gevonden. Die dus naar de andere Stronghold. En dan ga je naar het sneldenken uh, Westen, westen. Noorden. Dus dan uh, heb je daar dus de portal. Maar Ja, dat is zo. Oké. Okay. En kijk eens, ik heb toch de minecarts weggehaald. Want ze glitchen een beetje. Want als ik relochtte, waren ze weer opeens een blok hoog. Of als op deze hoogte. In plaats van op een uh, hal hoogte. Dus ik denk dat ik dit ga doen. En nu ik het toch zie. Misschien. Is. Dit ook wel iets? Weet je, ik zie wel. In ieder geval, ik, ik, het zou wel vet zijn als ik iets hier in de minecart dingen kan uh, fixen. Maar ik moet nog eventjes goed kijken in die video van Vintus Beef. Hoe hij dat deed. Maar ja, vraag even wat is dit nou weer. Nou. Ik heb hier een chest. Je ziet daar een hopper. En hier zit een button. Haha. <laughs> Hoe awesome is dat? En dit? En deze en uh, hij er vult zich automatisch. En ja, oké, okay, dit moet je natuurlijk eerst eventjes uh, zo doen, klik, klik. En dan doe je het weer hierin terug. En Ik kan even laten zien. Het is heel simpel. Ik heb hier, dus hier op dit de button. Ik heb hier een uh, dropper. Waarom een dropper? je ja, moet iemand speciaal staan. Dit kan ook in een dispenser. Ja. Maar ja, uh, een dropper is veel goedkoper. Want de dropper is eigenlijk gewoon een dispenser zonder een uh, pijlboger uh, in. Er zit hier een. Uh, nou in ieder geval. Deze zit vol. Schiet er iets eruit. Dan herlaat de hopper hem. Is de hopper leeg? Dan herlaat de chest hem. Hetzelfde hier. Oh, hetzelfde hier, maar er zit verder nog niet heel veel in. Dus zo simpel is het. En. Ik ga uh, dit nog allemaal veranderen naar zand. Maar ik heb dit tijdelijk kop met cobblestone gedaan. Kan ik weet even weg ga ik er nu. Dit wordt allemaal nog zand. Alleen, ik heb op dit moment geen zand meer. Ik moet eventjes weer uh, gaan hakken ergens in de woestijn. Zo. En ja, die, je kunt gewoon door blokken heen schieten als je het niet wist. Dat kan gewoon. Dit je kan ook gewoon. Je kan makkelijk um, ender door 200 blokken. Maar dan heb je resistance uh, zoveel nodig. Want het dat, dat, dat kan verder wel. Maar ja, um, dit vond ik wel genoeg uh, werken aan het Tropische Eiland. En ja. Oké, okay, de comment van deze episode is van Mine Jorencraft. Je moet een. een Oké, okay, dus hulp. Je moet een goldfarm maken. Heel leuk en lekker voor al dat gold. In de ned natuurlijk. Ja, ik weet hoe het werkt. En ga je je eiland nu antroosje heten of noemen? Haha. En, nou, oké. Okay. Het volgende. Uh, ik ben van plan om binnenkort, nadat we de vuurtoren hebben gebouwd en het attractiepark, om dingen in de nether te gaan bouwen. Onder andere: één. De nether hub, en 2. Um, Wither skeleton farm. En dat, die, dat is een design van uh, Sexuma Void. En hoe werkt die? Nou, je molt het hele nether fortress. Dat ga ik ook doen. Ben ik ook bereid om te doen dat de blaze spawners heel En wat je dan doet, is: um, je, je molt heel veel land eromheen. Je maakt een, spa je maakt een uh, spawnpad. Dan spawnen withers, skeletons, blazes en pigmen. En zo heb ik ook het gold gehaald. Ik ga niet echt een echte alleen maar pigmen only farm maken. Maar ja, um, in ieder geval bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.